Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games en vandaag ben ik hier met een nieuwe Snapshot video. Vandaag ben ik hier met Minecraft Snapshot 20w21a en hier is custom wereldgeneratie bijgekomen, een nieuwe manier van redstone te kunnen gebruiken of te kunnen aanpassen en ook een hele hoop kleinere updates en dat ga ik jullie allemaal gaan laten zien in deze nieuwste Snapshot. Als eerste is het logo veranderd van de launcher. Mojang heet vanaf nu Mojang Studios, dus dat is als eerste veranderd. Ze hebben dus eigenlijk een nieuwe naam gekregen en een volledig nieuwe logo. En wat ook nog eens een keertje aangepast is geweest, is namelijk deze grote titel van Minecraft. Deze is vanaf nu een ja ietsje grijzer. Het was vroeger lichtgrijs, vanaf nu is deze donkerder grijs. En ik ben hier aangekomen bij de aanpassingen met redstone. Er is eigenlijk een redelijke aanpassing gekomen. En dat heeft te maken dat je vanaf nu dit redstone stukje kunt toggelen tussen rond, oftewel een punt, en tussen het kruis. Dus vanaf nu kan je kiezen met behulp van rechtermuisknop als je het rondje wilt of als je het kruisje wilt. En dit is voornamelijk door de designers. Er zijn dus een hele hoop designers van Minecraft die zoiets hadden van ja, maar hey, ik kan niet meer bloedspatjes maken. Dus daarom hebben ze besloten. Dat je dus vanaf nu rechtermissen op kunt klikken. Alleen moet je goed opletten. Heb je namelijk het bolletje met een hoop pistons, dan gaat deze niet gaan werken. Totdat je deze terug op een kruis zet, dan gaat deze wel opnieuw gaan werken. Het enige is, als er al een heleboel hoop repeaters aan verbonden zijn, kan je niet met rechtermuisknop op deze aanpassen. Dus ja, dat is er eigenlijk bijgekomen. Dus dat is eigenlijk een kleine aanpassing aan de redstone. Vanaf nu kun je dus kiezen voor een kruis, oftewel een puntje. Vanaf nu zijn er custom werelden terug opnieuw toegevoegd aan de Minecraft Vanilla Game. Dus vanaf nu kan je zo werelden zoals dit opnieuw gaan binnenhalen. Dit is namelijk een wereld die ik heb binnengehaald van een van de developers van Minecraft en deze kan je dus laten genereren nu op dit moment nog niet maar kan je gaan genereren en gaan binnenhalen. Nu, er zijn dus nieuwe opties bijgekomen, dus als we eventjes naar het menu gaan en we gaan op een wereld gaan staan, bij edit dan gaan we als eerste hier te zien krijgen Expert World Generation settings. Als we hierop klikken kunnen we deze wereld gaan exporteren en aan bijvoorbeeld vrienden gaan geven of kan je deze importeren in jouw wereld. Nu deze opties zijn volledig in testfase maar ik ga het jullie toch eventjes laten zien als je een nieuwe wereld gaat genereren en we gaan hier eventjes naar more world settings dan zie je import settings en dan kan je deze gaan importeren nu bij mij staat die eventjes hier maar dat ga ik jullie zelf laten zien en dan kan je deze werelden gaan importeren nu als we eventjes naar een oude versie gaan 1.12.2, dan kon je dit al vroeger doen. Als je naar singleplayer ging en je maakte een nieuwe wereld, dan kon je namelijk hier bij More World Options kon je als wereldtype Customize kiezen. Op Customize klikken en dan kon je het zelf bepalen. Kon je het aantal dungeons kiezen, het aantal water lava lava lakes, welke welke moet het zijn. Al die verschillende pagina's kon je alle settings zelf aanpassen. En dit gaat vanaf nu terugkomen in Minecraft. Maar als we nu zo'n andere wereld gaan importeren, dan kan je hier naar Import Settings gaan en deze gaan importeren. Hier staat bijvoorbeeld World Change Settings. Ik doe hier dubbel klik op en hoppa, we krijgen een schermpje met warning, want dit is volledig. Een experimentele fase en kan van dag tot dag gaan aanpassen. Dus we klikken hier eventjes op Yes en dan zie je automatisch: will type custom en ook dat de seed is aangepast naar die wereld. Ik ga even op Don klikken en ik zet mijn cheats aan, maar voordat ik deze wereld ga laten genereren, wil ik het jullie kort eventjes laten zien op de website van een van de developers of ja, gewoon op GitHub. Dit is namelijk de hele JSON file die is gegenereerd. Ik ga het jullie niet gaan laten zien, maar dit bevat gewoon net. De overworld, de Nether, de End. En nog zovoort en zo verder. Dit bevat alle data van die wereld. Maar als we deze wereld een keertje gaan genereren, Create New World. Ik heb wel de naam niet aangepast. Dan gaan we eigenlijk niet echt op die wereld terechtkomen. Maar dan komen we eigenlijk terecht op een gewone platte wereld. Of ja, plat. Je komt op een gewone wereld. En dat klopt. Want we moeten ons nog gaan teleporteren naar die speciale wereld. En dat doe je met het volgende commando: slash execute. Daarvoor moet je commando's aan hebben staan in Minecraft. Oh, niet overworld, maar Use Teleport command. Dat is namelijk de nieuwe die eraan toegevoegd is. Wun TP. We gaan ons eigen gaan teleporteren. Dus ik zet mijn eigen naam hier. En ik teleporteer mij naar een random getal. Die ik op voorhand heb opgezocht. Dus dat is 1020.000. En als we daar naartoe gaan teleporteren, dan vallen we eventjes uit de lucht. Want. Tadaa, je ziet het dus, namelijk de wereld van op het hele begin heb je dan te zien, of krijg je dan te zien. En dat is eigenlijk de volledige wereld met floating islands gemaakt, met allemaal speciale dingetjes, dungeons die hier nog uitsteken. Ja, het is vrij speciaal, maar wel chic dat dit vanaf nu, of ja, vanaf binnenkort kan. Nu, er is wel een disclaimer: het staat nog niet in de officiële documentatie hoe je het kunt maken. Dus het bestaat ook nog niet volledig. Maar als we een nieuwe wereld gaan maken, is er ook nog een kleine aanpassing geweest bij wuldtypes. Vanaf nu heb je namelijk hier ook nog andere wuldtypes. Je hebt hier namelijk na Amplified Single Biome. Caves en Floating Islands. En bijvoorbeeld bij Customize bij Floating Islands kan je heel eenvoudig dit verschillende type kiezen en dan gaat hij vliegende eilanden van dat type gaan maken. De launcher van Minecraft is geüpdate met meerdere functionaliteiten, voornamelijk voor de ouders om de online modus van de game uit te schakelen en ook de chat functionaliteiten af te zetten of uit te schakelen. Nu, op dit moment moet je hiervoor naar de JSON file van de launcher zelf gaan en deze gaan aanpassen. Ga ik jullie eventjes niet laten zien, maar je gaat namelijk zo een berichtje als dit in, in jouw scherm te zien krijgen. Multiplayer is disabled, please check your launcher settings. Dus dat is namelijk een nieuwe aanpassing dat je multiplayer als als volwassen of als ouder kunt uitschakelen voor jouw kind. Ik ben eventjes terechtgekomen in de nether bij de basalt deltas, want vanaf nu gaan hier veel meer of iets meer ores gaan spawnen in deze basalt deltas. En netherrack zal veel minder gaan spawnen in deze gebieden, maar ancient debris en gold Or gaat vanaf nu hier ook gaan genereren en ga je veel meer in de basalt deltas te zien krijgen. Een aanpassing met piglins. Als ik deze piglin eventjes wat goud ga gooien. dan gaat hij deze vanaf nu gaan opnemen. en er gewoon naar blijven staren. Niet zoals vroeger dat hij ook ging wandelen. Dus vanaf nu gaan ze continu blijven staren. en mij natuurlijk ook nog altijd mijn blokjes teruggeven. Nu, als ik deze opnieuw goud ga geven. en ik ga deze gaan slaan. Dan ga je zien dat het goud direct weg is. Hij gaat dus het goud direct gaan opslaan. Hij gaat er niet meer naar kijken en gaat gewoon gaan weglopen of jou aanvallen. En ja, dus dat is eigenlijk een extra beveiliging die ze hebben toegevoegd om ervoor te zorgen dat deze niet meer ja, goud laten vallen. Oh, en Nedder Sprouts, die toonde blijkbaar niet te goed in jouw inventaris. Dus deze hebben ze ja, gewoon een beetje verhoogd, zodat je deze vanaf nu fatsoenlijk kunt zien. Vissen is een klein beetje geüpdate, want het heeft iets te maken met deze lilypads. Vanaf nu horen lilypads bij de trash en niet meer bij de treasure. Wat ik eigenlijk een beetje gek vond, want waarom hoorden de Lilypats bij de treasure, wanneer het eigenlijk gewoon afval is? Dus ja, vanaf nu zit die in de juiste categorie. Papegaaien kunnen vanaf nu meer geluiden imiteren. Deze kunnen dat van de Hoglins, de Piglins en de Zoglins. Deze kunnen dat allemaal gaan nadoen. Dus vanaf nu ga je veel meer geluiden te horen krijgen. Minecraft wordt een klein beetje moeilijker, want vanaf nu, als je stilstaat ergens en er komen monsters op je af, vroeger konden deze letterlijk tegen je aanlopen en ze deden niets. Maar dat is aangepast. Vanaf nu gaan ze wel degelijk jouw pijn doen en ga je dus veel sneller en makkelijker dood kunnen gaan. Ik ben terechtgekomen in de End. Oeh. Maar bij de end is een kleine aanpassing aan het platform hier onder mij. Dit platform, als je deze vroeger afbrak, ja dan werd deze nooit meer gegenereerd en dan viel je er gewoon door telkens als je spawnde in de end. Maar dit is je update. vanaf nu als je door een endportal gaat en je wordt gespawnd op dit platform, wordt dit platform opnieuw telkens gegenereerd. Maakt ook niet uit wie er doorgaat, gaan er dieren door, wordt het opnieuw gegenereerd. En dan is er nog een aanpassing geweest aan het commando spread players. Dit was eigenlijk een commando dat je toeliet om iedereen op een, dezelfde afstand te kunnen spawnen van elkaar, zodat je bijvoorbeeld een bepaalde game kon, kon beginnen. Maar vanaf nu is namelijk de max height eraan toegevoegd, zodat je ook de hoogte van de wereld kunt Voeg je deze niet toe, wordt 256 toegevoegd aan het commando. Dus vanaf nu kan je dat eraan toevoegen en voor de rest, ja, nog een hele hoop andere bugfixes. En zo zijn we op het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Geef je dan dat duimpje mochten doen. Ga ook een keer eventjes dat abonneerknopje aan en vergeet zeker vast niet dat. Ballyconte een keertje aan te raken, want dan krijg je een notificatie wanneer er video's online komen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!